Hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We werden dit weekend getrakteerd op niet één, maar twee Formule 1 races Johan. En mijn vraag aan jou is, welke van de twee vond jij het leukste in Oostenrijk? Ja, dit wordt een, een, een doodeng moment, Marjolein. Want? Dit kan zomaar eens het moment worden waarin ik moet toegeven ja. dat ik de sprintrace... Leuker vond. Dan de hoofdrace. Dan de hoofdrace. Dit is een gevaarlijke terrein, Jan. Ja, we, 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 uh, muddy waters, muddy waters. De, de Formule 1 puristen zullen het niet met je eens zijn. Maar als Formule 1 race racefanaat. Ja. Moet ik wel toegeven dat ik het met je eens ben. Heftig, hè? Ja. Ja. En uh, de, nou ja, er komt misschien ook wel een beetje omdat je dan geholpen wordt doordat de baan nat is. Maar het heeft toch ook wel alle schijnde van dat zo'n sprintrace mensen een beetje meer risico nemen of zo. Omdat het zo kort is. Ja, maar dat is juist niet het geval, want dat willen ze juist weer niet, zeggen ze altijd. Ja, maar alles staat Kek, wel heel erg on edge. Wat ik sowieso merk is dat, um, nou ik blijf het een heel gek format vinden. En, en, maar het is heel erg veranderd, vind ik nu weer. Nu ze ook een aparte kwalificatie ervoor doen. Ja, eens. Dat maakt echt een wereld van verschil. Ten opzichte van vorig seizoen, waar je echt gewoon. Uh, ja, eigenlijk in de shit zat. Als je goede kwaliteit had gereden, mocht je op die sprintplek starten. Uh, ging dat niet goed, was je hele race van zondag eigenlijk ook verkloten. Wat vond ik ook niet eerlijk. Echter, in deze setup. Uh, en ik moet er nog steeds wel aan wennen. Nou, ten eerste leuk, hè, want je hebt een heel weekend vol Formule 1. Dus ja. uh, eigenlijk uh, kijk ik er alleen maar naar uit. Op de zaterdag heb je ineens twee main events. Want je hebt een, uh, een shootout uh, kwalificatie. Terwijl je, en vrijdagavond heb je ook al eigenlijk een, een of vrijdagmiddag ook ja, vrijdagmiddag, al een middag, spannende ja. uh, uh, kwalie gehad. Ik kan me wel voorstellen voor de mensen die um, Formule 1 iets minder op de voet volgen of zo, dat die er af en toe wel van balen. Want die, uh, die kijken dan, <laughs> bij wijze van spreken. Nou, mijn vader die weet het meestal wel. Maar er, er zijn mensen die checken dan op zaterdag um, even de, hoe laat begint de kwali? Ja. En dan is de kwaliteit dus al geweest. Ja. Ik kan me best voorstellen dat je daar een beetje van. Nou, uh... Ja, los daarvan. Ik vind het nog steeds, en dat blijft wel een pijnpunt van deze hele setup van dit weekend, ja. die vrijdagmiddag om vijf uur. Hè, dit weekend ook weer, ja. uh, om vijf uur een, een kwalificatie. Ja, ik denk dat je daarmee een heleboel mensen tegen heeft ja. En met name de mensen die nou ja, uh, uh, of het gezellig hebben op de zaak, en een vrijdagmiddagborreltje hebben. Uh, of op de vrijdagmiddag gewoon lekker in de auto naar staan met z'n allen. En al het op was. Huis. Het was ook best een, een spannende kwalie, want ook daar was de, de baan al nat/slash opdrogen. Dus ja. het is best ja, goed om te volgen. Nou, je, mist, je mist wel wat. Alleen wat ik zo raar vind aan deze huidige setup is dat je dat dus op vrijdagavond hebt. En dat is eigenlijk de, ja, de voorbode van wat er op zondag gaat gebeuren. En dan heb je op zaterdag een soort heel losstaand event. Ja. Gewoon, je hebt een Formule 1 weekend in een Formule het is een 1 weekend. een matroesca Ja, het is, is een matroesca ja. een Ja, popjes, dan zit er, ja, nog, ja, een er, zit er nog een Formule nog een reetje 1 regio onder. Ja. En ik klaag niet, hè, want je kunnen niet Formule 1 races genoeg zijn, natuurlijk, in een weekend. <laughs> maar een beetje vreemd is het wel. Nou, ik denk dat het wel een beetje een. Uh, daar raak je wel een punt, denk ik. Um, tegelijkertijd. Heeft het wel, het brengt wel dit weekend voor het eerst. Echt, snap ik waarom het ermee ge geëxperimenteerd wordt? Zo. Ja, ik kan ik, Kom heerlijk uit mijn ja, het ja, ik, heel lekker woorden worden. Maar ik heb ook een wel een beetje romantische uh, 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 herinneringen nu aan het corona-seizoen, waar we gewoon twee keer achter elkaar op, uh, op in Oostenrijk op Oostrijk, reden. Ja, ja, ja. Dus daar doet het me ook wel een beetje aan denken, maar dan heel geconcentreerd in één weekend. En uh, nou ja, wat we al zeiden, volgens mij was de sprintrace misschien nog wel spannender dan de hoofdrace. Ja, maar dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat, het, wie je al zegt, het was een beetje nat. Ja. Uh, de baan had uh, maar één goede racelijn. Daardoor, er waren pitstops, Johan. Daarom een sprintrace bleef... met pitstops. Iedereen keurig binnen de witte lijntjes. Is dat is ook, ook, ook bijzonder. Uh, dus al met al, ja, die sprintrace bracht gewoon wat meer spektakel deze keer. Dus uh, voor het eerst in het hele format dat ik dit weekend dacht, mm, 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 misschien hebben ze een punt. Het Misschien een... hebben ze een punt. door gewoon vind. een extra race toe te voegen. Ja, nou ja. Maar dan een korte. Het, uh... Ja, ik weet het. Ik, ik blijf het. ik vind het bijvoorbeeld heel grappig hoe ze bij Red Bull ermee omgaan. Want dan heeft Max de, de, de sprint shootout. Ja, pole position. Maar het, het heet dan geen pole position natuurlijk. Nee. En dan, dan hoor je ook over de boordradio. Yeah, that's sprint, shootout, quality, pole position, whatever they name it. <laughs> you have it. <laughs> met andere woorden, bij Red Bull nemen ze het ook nog steeds niet zo serieus. En dat doen ze met die sprintrace ook niet. Terwijl je natuurlijk wel, hè, ze, kom op, ze gaan in de hoofdrace. in de laatste ronde nog naar binnen om een extra punt te pakken voor de uh, snelste ronde. Ja. Dus uh, die punten van zo'n sprintrace vinden ze echt wel belangrijk. Tuurlijk. Alleen het hele format merk je. Ja, nemen ze gewoon nog steeds iets minder nou, serieus het of zo? is een beetje alsof je toen je nog jong was, ruzie had met je ouders. Je had een stelling ingenomen. Ja, dan moet je aan vasthouden. Tegen beter weten in. Je bent dus ja, al een maar beetje super gekomen. Ja, maar ze willen het dus ook minder. Weet je nog dat vorig jaar George Russell zijn eerste Grand Prix won? Maar er was geen Grand Prix. Er was een sprintrace, joh. Precies. Dus telt niet. De, ja, nou, de hij tellt, die... Maar het is, zijn eerste overwinning in de Formule 1 was een sprintrace. Ja. ja nou. Ik zou me toch een beetje bekocht voelen. Beetje... Hij is leuk. Maar maar hij heeft gehad. En gelukkig won hij de dag daarna ook de hoofdrace. Als ik me goed herinner. Nee, of was het de week daarna? Hij viel natuurlijk helemaal uit uh, in nee. de. Hij nee, won, hij won daarna ook, hij won ook een hoofdrace. Want ja, ik, ik, oh, ik, ik weet nog dat we het hier in de podcast Brazili over gehad was het hebben. Was Brazilië? Nee. was, ja, het, was het niet was het Brazilië. Uh, ik weet het echt niet meer, maar voor heeft de race gewonnen, Johan. Ja, dat weet ik. En, en toen, maar we hadden het erover, omdat, hij zo, um, omdat ik het zo sneu vond eigenlijk. Dat hij die sprintrace won en dat was dan uh, de eerste keer dat hij won. Ja, in Brazilië was dat inderdaad. Wel Brazilië? Ja, 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 ja. klopt. En won hij ook de hoofdrace? Ja. ja zie je wel? Uh, de, de hoofdrace won hij op zondag inderdaad. Ja, ja nee, oké, okay, check. Louis nou, ja. Hamilton met toen uh, tweede. Dat maakt het goed. Uh, het verhaal met Louis Hamilton was natuurlijk, uh, dat was een beetje ook dit jaar uh, bij de sprintrace het geval... Uh, Lewis Hamilton die ook in de, uh, in de gewone race uh, en, en, en ook trouwens George Russell in de, in de ja. sprintrace slechte kwalificaties hadden ja. en dan terug moesten rijden. En ik moest, daarom moest ik aan Brazilië denken omdat natuurlijk Lewis Hamilton hij is natuurlijk ooit uh, vanuit helemaal achteraan terug kwam rijden. Dat was volgens mij met de flexie de flexie DRS wing van de Mercedes dat hij een, een penalty ze tegenwoordig kreeg. tegenwoordig allemaal een flexie uh, nou ja, hebben ze afgekeken flexi -wing. <laughs> ja, precies. <laughs> maar uh, nee, maar goed, dus ja, spri ja sprint, ik uh, ja, hij was het, er weer bij. En het dat geeft, was prima. Nee, het geeft wel de mogelijkheid om je nog te herpakken. Dat vind ik wel dus het grote voordeel ten opzichte van vorig jaar. Ik kan me herinneren dat Gasly vorig jaar echt elke keer een super goede kwalificatie had. En dan kwam die sprintrace. <laughs> en dan had hij een crash. En dan lag hij laatste. Ja, op de een of andere manier. Gasly en sprintrace. Dat was geen gelukkige ja, dat combinatie. Was, dat was Gasly. Nee. Nee. Maar het kan dus ook tegenovergesteld. Zoals dit weekend bij, uh, bij Sergio Pres. Ja. Is natuurlijk. Wederom een dramatische kwalificatie. Oh heet. my lord. Ja. ja. Het houdt nu wel een beetje op, Johan. En dan kun je duizend keer zeggen dat je keelsteking had. En je niet zo lekker voelde. Ja. Maar stay within the goddamn white lines. Ja. Dat was heel lastig. Dat was heel lastig voor Misschien vergeten. moeten ze gewoon een muurtje neerzetten. Dan, uh, dan is het volgens mij toch beter <laughs> ja, opgelost. Ik, ik weet het ook niet. Maar ah. even. Hè, dat was heel slecht op vrijdag. Hij kreeg natuurlijk ook publiekelijk wel een beetje op zijn falie. Ja, maar van, luister, uh, hij reageert in, in, in een van de beste auto's. Ja, je, kunt niet, je kunt wel tracklimits overschrijden. Dat deed natuurlijk iedereen dit weekend. Zelfs Max Verstappen. Ja. Alhoewel Max het volgens mij vooral deed in zijn niet snelle rondes. Klopt. Dus uh, dat zal wel iets te maken hebben gehad met. Uh, Banden koelen ja. en, uh, en voorbereiden op, uh, op, op de volgende snelle ronde. Dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit dat die tijd wordt afgepakt. Maar je moet er wel eentje neerzetten die wel in die uh, lijntjes is. Al had hij maar gewoon op, op 90% van die auto gewoon een ronde neergezet. In die, laatste, in, die, in, die, in die tweede ronde. Ja, ik moest lachen dat hij voor de sprint-shootout. Uh, uh, deed hij, geloof ik, een ronde die 2,5 seconden langzamer was dan Max Verstappen. Maar toen ja. had hij nog de track limits overschreden, Johan. Dat is toch knap, hè? Dat is knap, hè? Ja, Maar het gaf hem wel een kans om, uh, om, om terug te komen, in elk geval op, op die zaterdag. Want op zaterdag had Perez natuurlijk wel een goede dag. Ja. Ook wel weer wat track limits, maar uiteindelijk weet hij hem toch uh, vooraan te kwalificeren. Wat in elk geval ontaardt in, waar we al een tijdje op zitten te wachten, misschien wel. Een, uh, ja, ook wel echt uh, een shootout bij de start van de sprintrace ja. tussen de twee Red Bulls. Ja. In de Engelse media werden de vergelijkingen al uh, getrokken. Ja. Met Lewis Hamilton en, uh, en Nico Rosberg. Ja, ja, klopt. Die zullen het dan niet nalaten. Uh, laten. Webber en Vettel. Het groot was erbij te pakken. Verstappen en Ricciardo. Het springt allemaal uh, to mind. Uh, wat vond jij van het. Uh, nou, ik, vond de, de vergelij, ik vind de vergelijking Hamilton-Rosberg niet heel erg slecht. Uh, hij moest wel, hè, Perez? Hij, mo hij, hij moest zich laten zien. Ja, en kijk, hij doet het op zondag weer. En daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, hij, was, hij was behoorlijk agressief dit weekend in zijn, in zijn rijstijl. En um, ik denk dat het goed is, want als je zo slecht kwalificeert. En je, wat ik al zeg, zijn kwalificatieronde, zijn banker in, in Q, eh, Q2, is twee minuten zes. Ja. Op ja, een ja. baan waar je in 1-5 in principe de polen hebt. 1-4 zelfs een polps in gepakt. Ja, hij staat, hij staat goed voor schut. Dus hij, hij, ja. hij moest wel wat laten zien. Hij, ja. hij moest wat tanden laten zien, om het zo maar even te zeggen. Maar uh, de situatie met Max is natuurlijk wel heel erg uh, heibel. Dat la laat dan wel zien dat hij emotioneel misschien net even een stapje te weg is Wat mij betreft. Want um, het had natuurlijk helemaal verkeerd kunnen aflopen voor, uh, uh, voor beide coureurs. Want Max zit er wel een soort van, een soort van achter slash naast. Dus voor hetzelfde geld raakt hij de controle over de auto kwijt. Tik die inderdaad uh, per res ook aan. Ben je twee is, Red Bulls kwijt? Ja, er is na afloop natuurlijk een hoop gezegd. En uh, over, over deze sprintrace kon zaterdagavond uh, niet op Instagram komen. Of de hele fiets stond vol <laughs> uh, van alle internationale autosport uh, Meningen, sites. meningen overal. Ja, over, over deze clash tussen de twee. Uh, de heren zelf hadden het na afloop wel uh, redelijk snel uh, uitgepraat. En uh, uh, gingen natuurlijk direct naar elkaar toe. En hadden enige discussie daarover. Ik denk... Um, ja, dat ze, ze zijn goed weggekomen. Hè? Er is geen ongeluk gebeurd nee. en er zijn geen uh, grote consequenties geweest. En dus uh, haalt iedereen zijn schouders op binnen en, Red Bull. Nou ja, proberen ze althans. Ja, ja. maar uh, laten we even wel de feiten op een rijtje zetten. Uh, Sergio Perez nam daar onnodig risico. Drukt ja. uh, Max stappen op het gras. Uh, nou ja, dan kun je er donder op zeggen dat Max natuurlijk. Uh, de auto laat staan in de eerstkomende bocht. <laughs> en laten we even heel eerlijk zijn, Johan. Het was een natte baan. Het ja. laatste wat je wil is achter uh, fucking Sergio Press zitten op een natte baan. Nee. Want die rijdt als een natte krant. Ja. Dus, dus dat nee. kun, kun je niet hebben. Nee. En uh, de hele strategie van Max Verstappen dit weekend draaide erom een voorsprong uitbouwen. Uh, en op die voorsprong uh, geen risico's meer hoeven te nemen. Nee. Met pitstops aan het eind van de race. Dat zagen we in de sprint. Want aan het eind van de sprint. Ik zei het net al, werden er ineens pitstops gemaakt. De baan was opdrogende. En wilde je nog wat of wilde je nog naar voren komen... dan was misschien de slimste zet om daar iets te proberen met... Uh, met de banden. Met, met, ja, met een pitstop. Je zag dat die banden niet, niet één, niet twee... maar soms wel vier of vijf seconden sneller gingen per rondje. Ja. Dus ik twijfelde aanvankelijk dat ik dacht... Van, nou, heeft dat nou zoveel zin? Maar als het verschil vijf seconden per rondje is, Johan... dan heeft het nog alle zin van de wereld om die pitstop te maken. We zagen onder andere George Russell. Ging geloof ik als eerste, als eerste naar binnen. Ja. Was voor mij ook wel weer een heads up dat ze bij Mercedes echt nog steeds niet uh, op het achterhoofd zijn gevallen. Als het op strategie uh, aankomt, die waren er uh, scherp bij. Er waren een aantal andere coureurs die gingen veel later naar binnen. Die hadden er niet zoveel voordeel meer van. Nee. Bij Mercedes uh, durfden ze dat te doen. Russell, die startte natuurlijk heel, heel, heel laag. Dat ja, 15, had ook een uh, ja, ja. hydraulisch probleem in die, ja. uh, die sprintquality. Um, wist zich op die manier met die pritstoop nog terug in de punten te wringen. Het schamele puntje van de, van de sprint, maar wel, wel ja. verdiend. Ja, ja. ja. En, en zo zie je maar weer dat in zo'n Hulkenberg... had natuurlijk een uh, fantastische kwalificatie in de, in de top drie. Ja. Uh, maar daarna legt hij het wel af. En je hebt ook nog uh, tire degradation en, en natuurlijk een iets minder snelle auto. Ja. Hebben daar ook een risico genomen. Heeft zich ook nog keurig terugweegd te vechten naar de zesde plek. Ja, zesde plek. Ja. Terwijl die in de race vijfde lag waarschijnlijk verder terug was gezakt. Dus er zijn een paar coureurs die daar een hele slimme zet, of een paar teams moet ik eigenlijk zeggen. Haas, complimenten. Ja. Mercedes, complimenten. Dat ze daar uh, durven om die pitstop te maken. Max Verstappen komt nooit in die positie, omdat Max een hele andere strategie rijdt. En dat is gewoon aan de horizon verdwijnen. Precies. Um, en zoveel mogelijk seconden uh, voorsprong opbouwen. En dan is het niet meer nodig om in die eindfase nog het risico te nemen. Had hij ook niet kunnen doen, want dan had hij. Uh, uh, Pres om zijn oren gehad, had die signs nog om zijn oren gehad. Die aasten natuurlijk ook allemaal op dat uh, ja, sprintrace overwinningje. Ja. <laughs> Als ik het zo, ja, zo ja, mag, ja. Uh, mag zeggen. Dus uh, nee, ja, het laatste wat je dan wil, is achter Pres vastkomen te zitten. Want per, uh, met alle respect, Pres heeft gewoon geen tempo. Nee, eens, maar dan wel eens. Hoeveel, hoeveel seconden was het gat? Uiteindelijk is het 21 seconden. Het gat tussen. Uh, In de sprintrace, joh hoor, van 24 rondjes. My ja. My uh, god. Dit dus is een pitstop. <laughs> Hij had ja. voor de snelste ronde kunnen gaan? Ja. Die sprintrace. Gewoon kunnen gaan, ja. Had hij ook moeten doen. Ja. Had niks opgeleverd. Had niks wat opgeleverd. Gewoon ja, voor de maar, wat, Kijk, uh, en wel het mes snijdt aan twee kanten. Uh, Max weet je auto op snelheid te houden bij het eerste incidentje daar uh, op het gras. Je weet dat hij dan de auto laat staan. Echter, die situatie. Die er trouwens ook voor zorgt dat Lennon Norris compleet terugvalt uit de. Uh, ja, die is, top te die is daar te voorzichtig. Die daar te voorzichtig. Ja, die moet daar daarvoor. Ja, en die, ja, auto, en die uh, auto gaat niet verder. Hij heeft nee. geen grip. Hij probeert gas te geven, maar hij heeft gewoon geen het grip. Het is me vaker opgevallen. Lennon Norris is wel heel voorzichtig. In de regen, vooral. Inderdaad. Rusland heeft toch een. Uh, nou, een überhaupt met crashes. Hij wil niet andere coureurs benadelen. En dat siert hem. Maar het benadeelt ook vaak zijn eigen race. Ja, nou ja, en, en uh, zijn ervaringen in het. In, in gelukkig, de regen. gelukkig komt het goed op zondag. Precies dat. Maar Max, het wordt dan gezegd al vrij snel: ja, hij is controle over de auto kwijt. Hij verliest daar de achterkant een klein beetje. Daardoor drukt hij Sergio Perez naar buiten. Ik denk dat als je het zou moeten uitdrukken in percentages, dat het een 50-50 is. Dat het een 50-50 is dat die auto inderdaad misschien die achterkant een beetje verliest. Maar ik denk dat 50% daarvan ook Max Verstappen wist dat als hij iets later zou remmen, dat dat een risico zou zijn wat hij zou nemen. En dat Max daar ook wel bewust even zichzelf heel breed maakt om Sergio om Press ook een punt duidelijk te maken. Um, dus ja, dat was aan twee kanten natuurlijk een onnodig risico. Dus uh, uh, wat je uitdeelt moet je ook ja. terug kunnen pakken. Aan de andere kant, ik kan Sergio Press ook niet kwalijk nemen... dat hij natuurlijk een poging waagt. Hij had misschien een iets betere start bij die sprintrace. Ja, um, ja tuurlijk ga je het proberen. Maar de vraag is wel, hoeveel risico neem je? Ja, in zijn rol. Kijk, ik denk dat hij. Uh, als ik in zijn, op zijn plek hier zou zitten nu. zou ik niet degene zijn die nu op dit moment. mag stappen zou gaan eruit uitdagen. Rijdt. Nee, precies. Nee, maar <laughs> ik, zou, ik zou de uitdaging niet aangaan. Ik zou voor mezelf heel gedecideerd zijn. en zeggen: Joh, luister, ik heb nu vijf races. vier races. achter elkaar sinds Miami. gewoon niet zo heel lekker gepresteerd. Nee. Ik heb nu de kans om een 1-2 veilig te stellen precies. voor mijn team. en te laten zien dat ik wel degelijk een meerwaarde ben. Laat ik daarmee beginnen. In plaats van dat ik begin met het, het, het belangrijkste boven op mijn lijstje. want ik snap al dat op zijn lijstje staat. Ik wil graag ook max stap een keer verslaan. Dat is tuurlijk, logisch. Alleen dat moet je niet mee beginnen. Als je weer aan het opbouwen bent, als je de relatie weer opnieuw aan het opbouwen bent met je team, moet je niet beginnen met: oké, okay, stap 1 is een leider onthoofden. Dat, dat ga ik nu proberen. <laughs> nou, zo werkt het niet in de maffia, helaas. Misschien wel in Mexico, joh. Ja, je weet het je niet. niet. Je weet het je niet. De, al die kartels. Um, goed, het, in elk geval een vermakelijke sprintrace. Een vermakelijke sprintrace. Ik heb sprintrace. genoten van uh, Hulkenberg met ja. de hand en tand aan het verdedigen. Zeker. Ik heb trouwens dit weekend ook weer erg genoten van uh, Albon. Die zich echt ontpopt als uh, ja, racetalent uh, bij, uh, bij Williams. Ik heb ook genoten van Carlos Sainz. Die, die echt gewoon een uh, thuiskampriën uh, leek te rijden. <laughs> voor een Spanjaard in Oostenrijk. Uh, echt zijn baan. Carlos Sainz, echt zelf, had, uh, had niet zo'n heel gelukkig weekend. Gaat nee. toch tamelijk uh, gefrustreerd, volgens mij, weer naar huis. Um, zou ik ook zijn als ik in zijn, in zijn ja. situatie zou zitten. Ja, ja. nee, klopt. Even Voordat we het over Sainz zelf hebben, maar even resumerend. Mm -hmm. um, ja, ik zie toch een paar coureurs rondrijden. Waarvan ik denk, hadden die niet beter in de Red Bull kunnen zitten, Johan? Ja, iedereen liever in de Red Bull had willen zitten. Op dit ja, dat weet ik. Alleen um... Sainz en Albon, die zaten bij Red Bull. Waarom hebben we die ook weer laten gaan, Johan? Nou ja, om de. Kijk, het uh, uh, heel duidelijk wil niet in een tweede coureurrol zitten. Dat zie je bij vragen nu ook. Dus dat is de frustratie die eruit ziet komen. Albon uh, uh, schakel ik onder het, het hoofdstuk Gasly. Haal mm -hmm. de druk eraf van een team als Red Bull. Want we vergeten af en toe. Ik nou, denk niet dat niemand het vergeet, maar we hebben het niet, niet zo heel vaak meer over. Maar Red Bull is wel gewoon een, een kookpot van uh, uh, prestatiedrang en frustratie. En er moet een op gebeuren. Hè? Je hebt daar te maken met Christian Horner, uh, Helmut Marco. Uh, de hele organisatie verwacht daarvan ja, succes. Moet daar, je moet daar niet komen als je zesje scoort. Punt. Nee. Maar dus uh, uh, Albon en Gasly. Alle twee in, in hun jongere jaren daar natuurlijk uh, uh, vanuit Toro Rosso doorgeschoven. Nou, ik denk dat, dat wat je ziet bij Albon. Is de drukte net wat meer van af En iets meer vertrouwen geven. Dat doet uh, 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 James Files natuurlijk bij uh, Williams heel erg goed. Ja. We hadden het in de vorige podcast al over. Die is echt bezig om een nieuwe cultuur daar neer te zetten bij Williams. Ja. Eigenlijk na het vertrek van Claire. En de overname door de investeringsgroep. Is daar een soort van racegat ontstaan, zou ik bijna willen zeggen. Er is geen race -spurt geweest. En nu zie je dat er een, ja, echt een, 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 een sfeer wordt neerzet om dingen te perfectioneren. Mm -hmm. En Albon gedijdt daar gewoon heel goed in. Ik moet zeggen, Logan Sargent. Ibn Dito viel me wel op dit weekend ja. bij F1 TV. In de, in de nabeschouwing, onder andere ook. Die jongen heeft wel kijk op wat er gebeurt in het veld. Hij, hij rijdt achteraan, hij kan ook goed kijken. Maar het is meer. Um, <laughs> uh, hij, het is geen, geen dommer die niet door heeft wat er op een racebaan gebeurt. En dat is wel. Uh, zeker als je een Latifi gewend bent, de afgelopen jaren bij Williams, is dat wel weer een stapje omhoog voor het team van Williams. Um, maar had je Carlos Sainz naast Stappen gehad nu, of had je een Lando Norris naast stappen gehad nu, dan was de wereld uh, echt. had de wereld er heel anders uitzien. Want bij Red Bull zijn ze gewoon echt heel duidelijk op zoek naar iemand die zich wel weet te schikken in een nummer twee-rol. En uh, Sergio Perez wordt daarin geduwd door zijn eigen prestaties. Uh, <laughs> maar onder andere schreven, <laughs> weten ze dan Sergio ook dat hij. Nooit in de buurt gaat komen van Max. In principe, het moet echt heel gek lopen. Kijk, hij is gewoon aangenomen als de ideale nummer twee. Zo simpel is het. Hij moet in principe die punten gewoon binnenhalen. Hij is stabiel genoeg, Hij heeft ervaring, Hij heeft jarenlang hij rijdt hij al rond in de Formule 1. Dus hij, en hij heeft een goede pot met uh, sponsors. Dus dat is de reden om Sergio Perez daar gewoon elke keer weer met een jaartje verlengd wordt. En ik zie het hetzelfde valt hier bot als bij Mercedes. En zolang ze op deze manier uit deze situaties komen, zoals afgelopen weekend met die sprintreis, mm -hmm. mag Sergio Perez bij Red Bull blijven. Mm. En zodra dat misgaat, ja, dan gaan ze elders kijken. Maar dan gaan ze nog steeds op zoek naar iemand, zolang Max op die nummer één plek zit daar, mm -hmm. gaan ze nog steeds op zoek naar iemand die complementair is aan de hoofdcoureur. Mm -hmm. Want dat hebben ze altijd gedaan. Dat doen ze bij Mercedes. Dat hebben ze gedaan bij Mercedes met Bottas en Hamilton. En als Hamilton zijn, zijn, zijn kans had gekregen, had Bottas gewoon nog steeds bij Mercedes gereden nu. Dat denk ik ook, ja. En uh, uh, ja, maar op zijn voorhand is hij elke keer weer verlengd. Uh, he, dat, dat, en, en bij Mercedes hebben ze op een gegeven moment gezegd: oké, okay, maar tot hier en niet verder, want we zullen op een gegeven moment rekening moeten houden. Als Lewis Hamilton afzwaait en Bottas die zit dus al in de dertig, dan hebben we een probleem. Dan hebben we twee oudere coureurs en dan hebben we daar een gat, want dan hebben we een oudere coureur en als ze alle twee zeggen van we pakken onze biezen, dan moeten we twee jonge talenten ineens inzetten. Dan hebben we geen doorstroom. Dus we moeten iets gaan doen met die doorstroom. Dat is George Russell. Bij Red Bull hebben ze ervoor gekozen om die doorstroom uh, uh, stil te zetten met Nick de Vries en Yuki Tsunoda nu eh, bij Toro Rosso, of bij AlfaTauri in, in de stoeltjes. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat vanuit AlphaTauri er weer iemand straks bij komt. Ik denk aan Liam Lawson, die gewoon in, in het kielzorg van Max meemacht bij Red Bull. Um, uh, en, en dat is heel stom, uh, uh, omdat het uh, klinkt als een oranje bril. Maar zo werkt het bij de topteams. En dat is bij Ferrari op dit moment de bron van ergernis voor Carlos Sainz. Want Carlos Sainz op de baan is sneller dan Charles Leclerc. Oh, op sommige squeeze wel, ja. Dit weekend in ieder geval wel. Dit weekend zeggen. in ja. elk geval wel. En ik merk wel dat bij Carlos Sainz de frustratie echt uh, groeiende is. En dat heeft er ook alles mee te maken dat we keer op keer, volgens mij in de races, terugzien dat uh, Charles Leclerc het voordeel van de twijfel krijgt. Dat zagen we dit weekend weer. Mm -hmm. En ik ben het met Carlos Sainz eens. Uh, waarom is dat? Ja. Want uh, hij wordt daar gezien volgens mij als de ideale schoonzoon. Of de. <laughs> ja, in elk geval de gedoodverfde kampioen. Ik, 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 ik zit er alleen maar op televisie naar te kijken. En ik heb altijd het gevoel dat Charles Leclerc degene is die wereldkampioen moet worden. En Carlos Sainz is de nummer twee. En dat gevoel is nog nooit anders geweest. Terwijl op maar... raceprestaties het niet per se terecht is. Die gasten zijn best wel aan elkaar gewaagd. Dat mij elke keer weer. Kijk. Charles Leclerc, hartstikke snelle coureur. Hè? Mm -hmm. uh, hij heeft, uh, kan echt uh, bizar goede rondes neerzetten. Maar als ik hem na afloop um, uh, uh, in de persruimte zie met Max Stappen de race analyserend, valt mij weer op hoeveel hem ontgaan is. Ja. Het is geen Fernando Alonso. Nou is niemand een Fernando Alonso. Maar <laughs> behalve Fernando Alonso, maar um, hij heeft het gewoon allemaal niet in de gaten. Hij weet niet. Uh, hoe groot de afstanden zijn, hoe groot de gaten zijn, op welke banden. Weet je, hij staat met Max overleg: op welke banden ben jij dan gestart? Dan denk ik, dat weet je toch? Ja, je hebt hem naast hem gereden. Je ja. hebt naast hem gereden. Daarnaast, het is je grootste concurrent op de baan. Hoezo weet jij niet uit je hoofd nou ja, wat en... de strategie van je, je gedoodverfde concurrent is? Hoe, hoe, hoe dan? Dat is toch een van de belangrijkste dingen om te weten. Je moet niet alleen je eigen strategie... natuurlijk, focus op je eigen wedstrijd, maar... Je eigen strategie moet je helemaal doorleven en van binnen buiten kennen. Maar ook die van je grootste concurrenten. Ja, wat mij opvalt is dat je altijd coureurs hoort. En die vertellen dan altijd: Ja, ik zat in de, uh, uh, op de grootscherm. en kon ik een beetje meekijken wat er gebeurde. En dat hoor je heel vaak terug. Voor naam van Alonso en van Verstappen. Ja. En, en van coureurs die dat, dat kleine beetje extra over hebben. Hè, Hamilton trouwens ook. Um, ik denk, en, en, maar volgens mij is het ook gewoon communicatie met je team. Hij wist niet wat de strategie van Verstappen is geweest. Hè. Verstappen ging medium-hard-medium. Uh, bij Ferrari gingen ze medium, uh, medium, medium hard. Ja. Um, dus dat is een offset strategie. Dat is ook een andere strategie. Um, maar dat had hij niet eens door. Dat, dat, daar wordt niet eens over gecommuniceerd. Er wordt niet gekeken naar wat andere teams doen. Hij vraagt ook niet wat andere teams doen. Hij is vooral bezig met nou, hij zegt zijn eigen race. Dan kun je zeggen, dat, ze, hè, dat is ook goed. Want focus op je eigen taken. Maar nogmaals, als je pas leert elke keer na een race. Ja, dan heb je een probleem. Uh, Carlos Sainz zit daar ruimer in dit weekend. En een heel typisch voorbeeld daarvan is tijdens de race. dat uh, uh, de VSC uh, komt op. Ferrari is, uh, zoals Fred Verseur na afloop uh, toegaf, uh, in dit geval het, het haasje, uh, het heeft pech, want de VSC rijden, rijden precies op start-finish op het moment dat virtual safety car valt. Ja. Valt. Dus zij moeten het volle rondje nog afmaken. Hetzelfde ja. geldt uh, ook overigens voor Max en Sergio. Hadden zij daar iets willen doen, dus uh, in die zin uh, niet helemaal uh, spannend voor ze. Maar terwijl het hele veld achter ze dus naar binnen gaat om uh, die verkorte pitstop te pakken. Um, en ook uiteindelijk een ronde later de Ferraris naar binnen gaan, blijven de Red Bulls buiten. Nou, wat blijkt uiteindelijk onder achteraan de race? Hè, een Koen Komt kijkers, makkelijk zo is. Maar Carlos Sainz heeft al heel snel door dat die offset-strategie, namelijk niet naar binnen gaan, terwijl de rest dat wel doet, ervoor zorgt dat ze een betere verdeling hebben van de bandenmix, waardoor ze veel makkelijker kunnen wegrijden uiteindelijk. Want Max rijdt aan nou, het einde 26 seconden weg van Charles Leclerc. Ze hadden bij Red Bull uitgerekend dat het voordeel van naar binnen gaan onder Virtual Safety Car... dat is dan enkele seconden. Maar die enkele seconden... die win je weer door gewoon vast te houden... aan je bandenstrategie zoals je hem gekozen had. Precies. Ze hadden wel door dat ze sowieso voor een tweestopper moesten gaan... want de tire deck was gewoon hoger dan iedereen verwachtte. Ja. Dus dat wisten ze al. Maar ze wisten ook dat als we de banden iets langer uitrijden... dan hebben we aan het einde meer band over... En pakken we die seconde die we nu winnen onder Virtual Safety Car makkelijk weer terug? En de eerste die daar iets over roept, over de boordradio. Achter de VSC, of tijdens de VSC is Carlos Sainz. Die gewoon zegt. Die, die, die lijkt dat enigszins wel door te hebben. jongens, waarom zijn we naar binnen gegaan? Ja, wat mij blijft verbazen, Johan, is de, het gebrek aan strategie bij Ferrari, Johan. Eindelijk hebben ze nu dan een stap gemaakt. Want de Ferraris zitten er weer uh, beter bij nou. op gebied van uh, snelheid. Dan kun je zeggen, ja, Red Bull Ring is ook een uh, kartsquietje. Ehm. Um, daar moet het gebeuren. Hè. Deze auto van Ferrari ligt lekkerder op dit circuit. Het is ook nooit echt Mercedes uh, zijn baantje uh, uh, geweest. Alhoewel vor vorig jaar natuurlijk wel. Maar um, ja, op snelheid zit Ferrari er echt wel lekker bij. Ja. Alleen uh, ja, strategisch uh, zie ik ze gewoon nog onhandigheden doen. En. Uh, dan hoor ik ook weer over de boordradio bij Charles Leclerc. Uh, we are thinking uh, free stop. Uh, what do you think? En dan hoor je Charles Leclerc ook oh, okay, in paniek. Uh, die weet het ook wat niet. En Carlos Sainz zegt gelijk nee. Gewoon oh, no. En, en, Carlos, en, en, en Charles Leclerc zegt: uh, Oké, okay, get back to me. weet je Die zegt: Ja, laat maar even horen als je als erachter je bent. En uh, Carlos Sainz heeft ook issues op een gegeven moment. In de, is, is dat in de sprintkwaliteit of zo? Van uh, ik heb een, uh, een probleem met mijn rem. A break by wire. Ja. 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 Hallo, uh, anyone? Ja. Is er iemand thuis? Wat <laughs> <Ja. laughs> die me feedback kan geven? Ja. Het loopt niet lekker, maar ik merk ook wel dat de frustratie bij Sainz hoog zit. Zijn contract loopt eind van dit seizoen af. Eind van dit seizoen, eind volgend seizoen. Eind van seizoen, ja. Ja, het is. Uh, nou ja. Ik heb wel het gevoel dat hij het een beetje gehad heeft bij vragen af en toe. Ja, dat zou ik ook hebben. Als je kijkt naar dit weekend, uh, snap ik niet zo goed waarom hij uh, op dit moment uh, zo benadeeld wordt. Want dit weekend had hij gewoon in principe uh, op de plek van Leclerc kunnen staan. En in het kampioenschap staat hij al wekenlang voorop Charles Leclerc. Ja. Dus wat je dit weekend ziet gebeuren is in, die, in de beginfase van de race. Sprintrace wordt hij keurig derde. In de beginfase van de race zit hij gewoon in de DRS, echt in de versnellingsbak van Charles Leclerc. En nee, hij ja. vraagt gewoon: jongens, wat gaan we doen? Vijftiende erachter. Wat hij gaan we niet. doen? Wat gaan we doen? wat gaan we doen? Nou, uiteindelijk komt het. ja, uh, we zijn blij zoals het nu gaat, blijf maar lekker zitten. Ja, dan zou ik ook zoiets hebben van Stino. ik zou gewoon gaan. Ik, ik, ik snap niet waarom die niet gewoon voorbij gegaan is. Maar ja, dat is, dan, dat is dan ook weer een situatie. Uh, hij zal het, uh, ook niet de uh, boel uh, te veel op het... Er zijn uh, lijfstraffen op, op hè, bij Ferrari. <laughs> <zijn> gewoon gevaarlijk. <laughs> nee, ja, ik zeg, gewoon een duim afgehakt, die als je, je dit kunt, doet. Je kunt extreem escaleren en dan gewoon zeggen toedeledokie, doe het lekker toch, want ik ben de snelste van stel. Uh, maar ja, dan weet je dat je ergens gedurende de race alsnog gewoon teruggezet wordt op je plek. Want dan gaan ze gewoon de putstraat ervoor zorgen dat je alsnog achter Charles Leclerc eindigt. Wat ik stom vind en wat ik niet snap, is dat ze hiermee, en dan uiteindelijk goed komen, zijn ze natuurlijk zelf goed in het eten door penalties op te vangen voor de uh, 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 track limits waar we het zo nog even over moeten hebben. Um, uh, uh, heel kort. <laughs> maar dan uiteindelijk eindigt hij alsnog ver onder uh, ver van het podium af. Um, Charles Leclerc staat nog steeds op dit moment, met die tweede plek van gisteren, 10 punten achter in het kampioenschap op Carlos Sainz. Klopt. Het gat was best wel groot. En ik snap niet waarom je dan niet zegt, ja, Carlos, weet je, je, bent, je, je gaat hartstikke lekker in het kampioenschap. En jij hebt de het snelheid zal, om voor die tweede plek te ja, gaan. Ja, het zou voor, voor Leclerc denk ik ook wel goed zijn als ze een keer gewoon lekker voor signs kiezen binnen dat team. Krijgt Leclerc ja. ook weer een beetje uh, pit van om zich. Uh, nee, niet dat hij dat nodig heeft, maar uh, ja, misschien is dat wel lekker om binnen het team ook een beetje ja. te wisselen. Ja, ik snap, ik snap de dynamiek bij Ferrari nooit, eigenlijk nee, nooit. Nee, ja, volgens, mij, volgens mij benaderen ze zichzelf nu in het kampioenschap, uh, in ieder geval in het constructkampioenschap Want door de situatie zoals die zich heeft voorgedaan nu uiteindelijk eindigen ze achter Mercedes. Of zijn ze eindig, sorry, achter Mercedes. Op deze manier gaan ze nooit een wereldkampioen leveren. Daar ben ik bang voor. En aan de andere kant kun je wel zeggen, je zit nog steeds in een hele snelle auto waarmee je podia kunt pakken en races kunt winnen. Ik denk dat Lewis Hamilton daarvoor zou tekenen op dit moment. George Russell waarschijnlijk ook wel. Dus ja, ergens is het nog steeds niet zo heel erg om in een Ferrari te rijden, maar ik leef wel heel erg met Carlos Sainz mee op dit moment en um, denk echt soms bij mezelf waarom zit die niet gewoon in een Red Bull? Ja. En als uh, de kans zich voor zou doen en Perez maakt echt een potje van de rest van dit seizoen, dan uh, hou ik het scenario op open dat uh, Sainz misschien wel uh, terugkomt uh, naar Red Bull als hij de kans krijgt. Ik noteer hem vast even. Ja. Glazen ja. Bol. En ik heb ook nog steeds uh, toch wel een beetje de hoop... Dat, uh, dat Lennon Norris nog een keer naar Red Bull komt, Johan. Ja. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk al bij McLaren een, een plek verworven... die uh, een beetje doet denken aan die van Max Verstappen... of die van Charles Leclerc bij Ferrari. Uh, zeker nu dat Oscar Piastri erbij gekomen is bij, uh, bij McLaren. Hij is wel echt de nummer één nu, Hij hè? is daar wel ja. echt de nummer één. Ja. Ik moet zeggen, hij laat het ook dit weekend in Oostenrijk weer zien... Uh, ja. Heeft als enige de geüpdate McLaren onder zijn billen. Ja. Uh, maar presteert natuurlijk wel uitzonderlijk lekker. Hij zat er weer lekker in. Hij ging ook happy naar huis. Hij finished de vijfde. En door alle uh, track limits gehussel, uh, ge ja. gehussel wordt hij uiteindelijk zelfs vierde. Ja. Uh, ik denk dat hij heel trots mag zijn. Een heel mooi weekend gehad. Nou ja, ik denk uh, sowieso. We zagen de opwaartse lijn bij McLaren al natuurlijk de afgelopen races. Maar gewoon de stabiliteit waarmee hij nu in die top 5, uh, uh, top 6 kan rondrijden. Het is zeker hoopgevend. Is hoopgevend. Voor de McLaren fans. Ja, en, en laten we vooropstellen. Kijk, in het constructkampioenschap kan er nog van alles gebeuren. En op dit moment heeft Alpine daar een, een behoorlijke voorsprong op McLaren. Van bijna 20 punten. Maar ja, goed. Aan de andere kant, als Lando Norris nu de weg door kan zetten. We gaan naar Silverstone. Wat ook natuurlijk een uh, fijne baan is voor Lando. Uh, kent hij denk ik ook wel een beetje. Ja. Um, als hij een beetje de boel kan oppakken met, een, met de geübbrekerde auto volgende week, Ja, dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze kunnen aansluiten. En dan rijden ze gewoon weer om die plek 5. Gaan ze meedoen in het kampioenschap? Zou, ik, ik zou het heel erg leuk vinden als, als McLaren er weer bij kwam. Ja. Ik gun het Norris heel erg. Ik vind dat hij daar een beetje zit weg te kwijnen af en toe. Het is toch uh, zonde van, uh, van, van dat talent. Ja, nou, ik denk dat onder streep Daniel Ricciardo nog steeds zijn vuistje lacht. Uh. Dat hij daar weg is. Ja, want het was, was nog meer gezichtsverlies geweest dit jaar. Ik denk dat Daniel Ricciardo niet in zijn vuistje lag. Want die zit niet in de Formule 1 auto, joh. Nee, maar die heeft wel zijn salaris volledig doorbetaald. En mag je lekker filmpjes opnemen met comedians. Ja, precies. Met zijn proden Nou, hartstikke ja. goed. Dat is ook een, ook een job. En ondertussen is zijn imago nog redelijk intact. En wordt er nu gewoon gezegd. Ja, misschien maakt hij wel kans om volgend jaar bij Alfa Romeo weer in te stappen. Het is wel ruim. Ja, dat is wel... God, zetten we zo'n oude man in een Ja, maar niks, niks, niks werkt zo goed als hè, niks hield de won zo goed als tijd. Nee, zeker niet. En, en uh, laten we Hulky niet vergeten. Die gewoon een dijk van een weekend heeft, Johan. Precies. De oudjes die kunnen het nog steeds. Ah, en Hulkie is er ook even een tijdje tussenuit geweest. Komt daarom, weer terug. En, uh, en pakt gewoon weer op waar die, uh, waar die vertrokken is. Ja, ik kans heb, maken op een podium en dat toch uit handig Ik heb nog steeds al mijn kaarten op Sep Vettel. Rantree. <laughs> 2025. Ja, samen met Hakine. Ik sta met Hakkinen, dat ja. komt ook terug. Hé, hey, uh, nog heel even kort over die uh, track limits. Want ja. het waren er. Uh, Laten we het niet, wel een uh, beetje binnen de limiet houden. Laten we het een beetje binnen de limiet <laughs> houden. Want uh, het waren er uh, uh, tijdens de race 100 en na afloop van de wedstrijd bleek het ineens 1200 te zijn, Johan. Ja. Dat is toch een heel stuk meer. We zagen Alexander Abon in de nabeschouwing bij Formule 1 TV daar al uh, enigszins over uitweiden. Oh ja. Die had daar uh, in, interessante insights uh, over. Ehm. Um, wat hij namelijk zei, is dat zij in de FIA-briefing te horen hadden gekregen. Dat ze bij de FIA te weinig mensen hebben om ja. tijdens de race of de quali. realtime te monitoren op die tracklimits. Ze ja. hadden eigenlijk te weinig mensen om continu alle auto's te reviewen. Dat bleek. Um, en daardoor uh, werden heel veel tracklimits pas heel laat uh, bekendgemaakt. Ja. Hij zei: Goed voorbeeld. Um, ik kreeg ongeveer in ronde 20 of zo te horen dat ik een tracklimit had. Toen ben ik er super op gaan letten. Kreeg je ronde 21 te horen, had ik weer een track limit. Ben ik er nog meer op gaan letten? Had ik in ronde 22 weer een, een track record? En to, 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 daarna kreeg ik natuurlijk ja, die slag ja, ja, ja. al. Hij zegt, ja, en toen uh, reed ik zo'n beetje, zo beetje stapvoets uh, <laughs> binnen, binnen alle lijnen. Ja. Maar wat bleek nou, die, die, die rondes waar hij in zat, daar ging het helemaal niet over. Hij had geleden. die track limits ja. al, nee, niet eens een ronde geleden. Hij had die track limits al ronde uh, 11 of 12 ja. of zo gereden. Hij zegt, dat geeft mij geen tijd meer op. Om te anticiperen. Nee. Dus liever hoor ik dat uh, eerder. Dus het kwam ook allemaal heel laat door. Na afloop van de race was er natuurlijk uh, ook weer onduidelijkheid over de uitslag. Het zal weer is niet, het blijft toch uh, het blijft Formule 1 en het blijft ook Oostenrijk. Want ja. hoe vaak hebben we nu al meegemaakt dat na Oostenrijk. de hele uitslag misschien nog wel op zijn kop gaat. Uh, maar dit bleek dus ook het probleem. Er zijn zoveel track limits overschreden. Ja. En Aston Martin heeft een protest aangediend. Dat is ingewilligd, want die hebben gewoon gezegd: ja, luister. Is leuk dat, wij, uh, uh, dat iedereen tracklimits krijgt, maar er zijn er nog veel meer gemaakt. En als je boetes gaat uitdelen daarvoor, ja. dan moet je dat bij iedereen doen. Dan moet je consequent zijn. Ja, Het ja, stond natuurlijk een beetje in hun hemd, want ze hadden gedacht: het kan mooi onder het tapijtje. We gaan gauw weg hier. Ja. Maar uh, Esther Barten zal Esther Martin niet zijn als uh, het advocatenteam erop afsturen. Nee. En, uh, en nu is de hele uitslag uh, gehuzzeld. Want ze hebben even alle 1200 offenses uh, nog uh, doorgenomen. Ja. Met uh, chat-GPT uh, erbij. Ik weet niet hoe ze dat doen. <laughs> het zou toch allemaal te fixen moeten zijn. Nee, met uh, de stemcommissie van de Tweede Kamer. Die ja. er zijn ingevlogen. En die uh, moesten stemmen tellen. Het, uh, het, het, het heeft even geduurd. Maar aan het uh, begin van de, eind van de avond hebben ze toch uh, straffen nog uitgedeeld. Ja. En uh, ja... Uh, op die manier zitten we toch weer naar een hele andere uitslag te kijken. Ja, wat ik, wat ik spannend vind. Kijk, dit verklaart natuurlijk een hoop. En wat Alex Albon zegt, Alex Albon zegt, is uh, uh, natuurlijk wel waar. Uh, als je real-time meet, moet je ook real-time signaal afgeven. Het is voor die coureurs super lastig om te zien... zijn we over het witte lijntje heen, de ja of de nee? Het witte lijntje is de afspraak. Maar bij een curb is dat gewoon een stuk lastiger om te beoordelen voor die jongens. Uh, met een natuurlijke barrière erachter, wat natuurlijk discussie is... kun je daar een heleboel mee oplossen. Maar dat is niet zomaar gefixt op een baan. Er zitten een heleboel plussen en minnen aan Um, wat ik wel verpand vind, het zijn er dus 1200 wordt geroepen. Um, even een snelle rekensom. Dat betekent dat er van de 1253 ronden die er gereden zijn, door alle coureurs. Nee, je hebt meerdere Offenses in een ronde. Ja. Je kunt meerdere Offenses in ja, één ronde hebben. Dus klopt. één coureur kan vijf keer over de lijn rijden in één rondje. Ja, maar of, dan heb je dus ja. van de 1253 rondes die er gereden zijn, ja. 1200 keer is er een, een fout gemaakt. Ja, dat, ja. dat kan dus meer coureurs per officieel. Ja. Ja, dat kan ja. dus, hè. dat is ja, geen ja. probleem. Maar het is meer dat, om aan te geven dat er dus. Gemiddeld, het zijn er veel. Dat bijna elke keer wel een keer een rondje fout gemaakt heeft. In totaal, of in uh, uh, voor de eindslag betekent dat er van de, van de 19 gefinistigde coureurs, zijn er 14 uh, door elkaar gehusseld. Dus alleen de top 3 is blijven staan, uh, Albons blijft staan en Sargeant blijven staan op hun plek. En voor de rest is de hele uh, ranglijst is door elkaar gegooid. Uh, nadelig voor met name Carlos Wijns, die als vierde eindige. Ja. Krijgt een 10 seconde penalty. Komt ineens dus achter uh, Alonso en Norris terecht. De zesde plek. Fernando ja. um, Alonso stijgt een plekje naar de vijfde plek. Ja. Um, belangrijke punten. Uh, belangrijke punten. Uh, uh, want Hamilton bijvoorbeeld uh, valt ook weer een stukje naar beneden. En Lance Stroll die pakt een plekje ten opzichte van Gasly. Met andere woorden, Aston Martin die krijgt er drie puntjes bij. Le Mercedes heeft mazzel, blijft hetzelfde. Omdat George Russell achter Lewis Hamilton eindigt. Dus dat blijft hetzelfde. Maar Ferrari verliest... Keihard, vier punten. Ja, het is, het is best een ingrijpend verhaal, vooral omdat um, we hadden het gisteravond nog over toen uh, binnenkwam dat um, Aston Martin dit protest uh, had aangetekend en ook gelijk had gekregen. Stel bijvoorbeeld in het geval van Max Verstappen, ja. stel dat hij aan het eind van de race alsnog track limits uh, aan zijn broek zou hebben gehad. Hij gaat natuurlijk naar binnen, Johan, voor die snelste ronde. Ja. Hij ligt 25 seconden voor op Charles Leclerc. Als hij had geweten dat hij op scherp stond, bijvoorbeeld voor tracklimits. Met vijf seconden penalty. Ja, ja, dan was hij natuurlijk nooit naar binnen gegaan. Want nee. als hij tweede plek had gereden, had hij veel meer punten verloren dan hij met de snelste ronde had kunnen winnen. Heeft hij één gelukje? Ja. Hij eindigt op 5,1 seconden van Charles Klein. Ah, met vijf seconden had hij nog gered. Ja. Oh. <laughs> yes, Christus, <yo. laughs> Hoe oppermachtig is dat uh, En, daarom, op en, dit en daarom is die top 3 ook niet veranderd, denk ik. Uh, los van het feit dat ik denk dat ze gekozen hebben om de top 3 met rust te laten. Om niet nog meer gewoon over zich heen te krijgen. Uh, het zou mij niet verbazen, namelijk. Maar de, de top 3, kijk, ik mag stappen op 5 seconden van Charles Leclerc. En uh, Sergio Press 17 seconden achter Charles Leclerc. Ja, Je had dus, het scenario ja. kunnen hebben dat de hele top 3 uh, nog 10 seconden had gekregen. Uh, en en, en uh, Lennon Norris stond natuurlijk ook al behoorlijk op scherm. Ja. Dan had uh, Fernando Alonso zijn eerste Grand Prix gewonnen. De 33ste, <laughs> Johan. Uh, terwijl die al in het vliegtuig zat. was ja. het natuurlijk ook anticlimax geweest. Dat was een behoorlijk anticlimax geweest, ja. Goed. Hoe gaan we dit in de toekomst oplossen? Jij zegt al: uh, ja, tarmac, uh, ginbakken. Er kan van alles bedacht worden. In Baku en Monaco doen ze het heel simpel. Dan zetten ze gewoon een muur neer. Ja. Schijnt ook te werken. Ja, schijnt ook wel te werken, inderdaad. Is voor deze. Maar, niet uh, de meest handige oplossing. Nee, is niet de handige oplossing. Nee. Maar het, zou, het, het moet wel opgelost worden. Dan, dan dit, heb je wel gelijk een nieuwe Wall of Champions, denk ik. Als je die Champions dat denk inzit. ik ook, ja. ja. Dat denk ik ook. Maar goed, het, het is natuurlijk wel mogelijk om je auto op de baan te houden, Louis. Heel lastig over. Hij zegt de uh, car won't uh, turn. Won't, won't yeah. turn. Yeah. Uh, yes, we know it shit. Just drive the car. Just drive the car. <laughs> als dat geen meme wordt voor de rest van zijn leven, dan weet ik het ook niet nee, meer. Ik hè? zet deze gewoon tegenwoordig aan als ik in de auto stap. Ja, dus oh, ringtoon dit. The, I know the car is shit. We just drive the car. <laughs> gewoon elke keer als ik de auto start, gaat hij gaat vanzelf aan. <laughs> nee, um, Het is natuurlijk heel maf dat je, uh, uh, dat je als coureur de auto daar niet binnen de lijnen kunt houden. En dat is gewoon een kwestie van. Bewust zijn. En nogmaals, ik denk dat de conclusie zou zijn: zou je deze penalties nu allemaal hebben uitgedeeld? En zou de race nu nog een keer rijden? Dan blijft iedereen binnen de lijntjes. Ja. Want dan verandert gewoon je race approach. En ik denk daarom dat de aanhouder wint in dit geval. Ik denk dat het goed is dat dit nu gedaan is. Ik vind het natuurlijk weer een chaos van je welste en een, en een imago-deuk waar je u tegen zegt voor de sport. Want ja. dit kun je niet uitleggen aan nee. mensen die het sport niet volgt. Maar onderaan de streep denk ik wel dat eraan vasthouden, de aanhouder wint. Want die coureurs weten nu gewoon volgend jaar, oké, okay, we moeten die bocht gewoon anders benaderen. En als dat op dag één was duidelijk geweest, was het niet zo van de hand geweest. True. Hey, uh, we gaan naar uh, Silverstone volgende week in Engeland. Ja. Zin, uh, zin in? Want het is altijd een mooie, snelle Grand Prix met uh, veel sfeer en veel snelle bochten. Het zal wel weer een Engels feestje worden. Denk je dat ze nog wat in de hooghoed hebben zitten? Het zij bij de heer Russell en Lewis Hamilton. Het zij bij Lennon Norris. Of toch misschien ook wel bij Williams en Alexander Albon. Wat allemaal halve of hele Britten zijn. Nou, ze hebben sowieso altijd natuurlijk een kopje thee. En wat scones en wat cream. In een hoog goed zitten. Maar voor de rest. Maar uiteindelijk gaat dat stappen er gewoon weer. Het wordt een Brits feestje. Uh, ik denk dat het voor Lando Norris een heel leuk feestje kan worden. als hij uh, zijn lijn doorzet. Uh, Mercedes is altijd de vraag wat ze tevoren gaan toveren. Wat duidelijk wordt dit weekend mm -hmm. eigenlijk. is dat het verschil tussen Red Bull. en de rest nog steeds gewoon een groot is. Hè? Montreal, uh, Canada was natuurlijk even de, de vreemde eend. Uh, uh, maar ik denk dat we dat dat het boel in principe uh, gewoon door kan pakken waar ze wil. Er zijn te weinig updates beschikbaar om nu ineens dat gat uh, dicht te rijden. Dus daar uh, hoeven we niet naar te kijken om zomaar even te zeggen. Waar ik wel met heel veel interesse naar ga kijken is inderdaad de strijd tussen McLaren, Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Uh, zeker nu mijn collega aansluit wordt dat een hele En Haas, haast, perfect. laten we haast niet vergeten. Nee, maar die haast dat is super tof. Die kwalificeer als een Jekko. Hulkenberg heeft de pit erin. Alleen, zodra die dingen beginnen te rijden, en ze zijn drie ronden onderweg, dan vreten ze al het rubber van die banden af. Ja, het dus ik weet niet of jou is opgevallen. Maar ook serieus, ze zijn vijf ronden onderweg en die banden staan ze velgen. Ja, dat is waar. Ik weet niet wat ze doen met die dingen, maar. Uh, nou hadden alle auto's het zwaar met, uh, met de banden Ik hoor. Ik denk dit dat weekend. ze bij haas maakt natuurlijk van die van die grote machinebewerkingsapparatuur is <laughs> het. <gezet>. Ik denk <laughs> dat ze een hele grote, dat ze de motor in hebben gezet van een schuurmachine. <laughs> Ja, nou en toch vind ik dat ze grote stappen voorwaarts maken, Johan. Zeker. Het maar... is een leuk middenveld dit jaar. En Goenther heeft het nou naar zijn zin op zijn kleine pitwall. Dus dat gaat goed. Ja? Ja. Oh, nog ja. steeds ja. een kleine pitmuurtje natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo so cute. Goenther en zijn vriendjes. Het is zo so cute. Oké, okay. uh, Silverstone. Volgende week zijn we er weer. Wil je reageren? Dan kan het zoals altijd via Twitter naar Johan Voets, Marjolein, of one spoiler alert. At, at one spoiler alert. Ja. Telegram, Instagram. T2. Zit er tegenwoordig ook op? T2. T2. Hip. Ja. Die toe op een social. Nou, cool. Hartstikke leuk. Volg ons, overal. Waarom niet? Mastodon daar zitten we ook nog op, hè? Oh ja. Facebook. Oh crap. Hebben we al een LinkedIn-account? Een business profile. Ja, heel zakelijk. Goed. Uh, heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.